Welkom op deze free guide. Vandaag vergelijken we twee schilderijen met een wat macaber onderwerp, de dood. De Franse schilder Jacques-Louis David maakte in 1793 het portret van Jean-Paul Marat, die op 13 juli van datzelfde jaar werd neergestoken door een politieke tegenstander, Charlotte Corday. Termen als revolutie, Parijs, Girondijnen versus Jacobijnen, terreur, beschrijven het maatschappelijk gebeuren van die dagen, maar komen in deze voordracht niet aan bod. We concentreren ons in deze bespreking vooral op de beslissing van de schilder welk moment van het gebeuren weer te geven. David focust op de overgang van leven naar dood. Getuige de oorspronkelijke titel van dit werk, Marat à son dernier soupir, laatste ademstoot van Marat. De dode haan van de 17e eeuwse Noord-Nederlandse schilder Melchior Dondecoeter kan je een trompe-l'œil of oogbedriegertje noemen. Het dier is op ware grootte afgebeeld, zonder afsnijding en met een natuurgetrouwe lichtinval. Ook de achtergrond is verbluffend echt en doet sommige toeschouwers besluiten dat dit werk op hout is geschilderd. Quod non, alles wat we zien is olieverf op doek. De illusie is perfect, ook van het verdwenen leven. Op schilderijen staat het leven per definitie stil. Elke vorm van beweging is slechts suggestie. Kunstenaars werden steeds beter in het creëren van die suggestie. Denk aan Rubens of de futuristen. Maar ook de weergave van wat niet beweegt vraagt om finesse. Er zijn de van nature onbeweeglijke dingen, vruchten, meubels, boeken. Het enige wat ze doet veranderen is het licht. Portretten. In tegenstelling tot stillevens, houden even de adem in. De afgebeelde persoon beseft dat een onbeweeglijke pose het werk van de schilder ten goede komt. Tegelijkertijd wil hij niet als een versteend beeld verschijnen. Daartoe rekent hij op de magische toets van de schilder. Een aparte picturale uitdaging is de weergave van een levend wezen dat zo net de geest gaf. De schilders van Dode Haan en De Moord op Marat confronteren de toeschouwer met een verse dood, met een leven dat nog zichtbaar is in de afgestorvene. Een van de belangrijkste fasen in de creatie van een narratief schilderij is de keuze van het moment. In het geval van een spectaculaire moord op een van de populairste Franse revolutionairen is het opvallend hoe David het uiterlijke, beeldgenieke drama van de misdaad opzij schuift en opteert voor de individuele tragiek van de doodstrijd. Ongeacht de manier waarop een mens aan zijn einde komt, iedereen blaast op een gegeven moment zijn laatste adem uit. Bij Marat was dat in volle bezigheid. De pen in de hand, inkpot op een bijzettafel, documenten voor zich op een schrijfplank. Het hele moordgebeuren is samengevat in de borstwonden, enkele bloeddruppels en het mes. Elke vorm van anekdotiek wordt uit het tafereel geweerd. Geen concrete ruimte, geen kledij, geen omstaanders. Zelfs geen moordenares. De enige actie is het trage kantelen van het naakte lichaam onze richting uit. We beseffen pas hoeveel David heeft weggelaten wanneer we de vergelijking maken met een historische prent waarop de moord op Marat in al zijn details is weergegeven. De anonieme tekenaar toont de concreetheid van de gruwelijke handeling. Dader, slachtoffer, omstaander, locatie,
het zonlicht door het raam. Niets van dat alles in het schilderij van David. De schilder maakt van een fait divers, hoe spectaculair ook, een universeel gegeven. Zie hier de sterfelijke mens, of in het Latijn ecce homo. Deze uitdrukking wordt gebruikt voor afbeeldingen van Christus net voor zijn terechtstelling. Dus ook hier de fascinatie voor een mens op de grens van leven en dood. Let ook op de aparte compositie van Davids schilderij. Figuur, bad, kist, mes bevinden zich in de onderste helft van het beeldvlak. Het grote, donkere vlak bovenaan drukt alles naar beneden, verhoogt de neerwaartse beweging. Het lichaam van deze mens zal zich niet langer oprichten. Diezelfde neerwaartse beweging ervaren we ook in het schilderij met een dode haan van Melchior Dondekoeter. Aan een spijker, geslagen in een houten wand, bloedt het dier dood. Elke vezel van de haan en de houten wand zijn minutieus weergegeven. Vergelijken we even met de houten kist in Davids schilderij. Die doet niet alleen dienst als bijzettafel, maar ook als epitaaf. Met een opdracht aan Marat, een handtekening, David, en een datum, het jaar 2 van de revolutie. Ook Melchior Dondekoeter brengt tekens aan op de houten wand, maar minder in het oog springend, in de vorm van doedels en een handtekening, gekrast in de planken. Hier geen dedicatie, integendeel, de gekke tekeningen staan in schril contrast met de doodsterheid van het dier dat ons als menselijke trofee wordt aangeboden. De haan kan niet bogen op het martelaarschap of de heldendood. Hij is er gewoon geweest. Met de kop naar beneden kan het vlees langzaam versterven, waardoor hij malser en smakelijker wordt voor menselijke consumptie. Deze haan is niet vermoord, maar gedood. Een terminologisch verschil dat ervoor zorgt dat empathie geen kans krijgt. Jean-Paul Marat daarentegen is dusdanig in beeld gebracht dat maximaal medeleven kan opwellen. In artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat: niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een vrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dat Jean-Paul Marat zelf pleitte voor een hardhandige aanpak van politieke tegenstanders, is in dit schilderij totaal niet aan de orde. De vraag of de haan zijn dood verdiende, is absurd. Maar beide, haan en martelaar, zijn vereeuwigd in een schilderij. Dat maakt ze niet minder dood, maar wel voor altijd aanwezig.